Het gaat ook over die laadpalen die in mijn straat worden gezet. De zonnepanelen van de buren. Elektrische auto's voor mijn deur. Het is leuk dat je bezig bent met iets wat zo erg gaande is nu. Ik doe onderzoek naar hoe een rechtvaardige energietransitie georganiseerd kan worden. En dat doe ik op een lokaal niveau. En dan kijk ik specifiek naar wijken waar veel mensen wonen met een kleine portemonnee. En de vraag is dan hoe zij geholpen kunnen worden om mee te doen en ook mee te profiteren van de energietransitie. Ik ben Kees van der Wel. Ik werk voor de Universiteit Utrecht als promovendus. En ik ben verbonden aan het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. Voor mijn eerste onderzoek heb ik gekeken waarom is het zo lastig om rechtvaardigheid centraal te stellen in besluitvorming. Ten eerste kan het zo zijn dat rechtvaardigheid over het hoofd wordt gezien. Ten tweede kan het zo zijn dat rechtvaardigheid anders wordt begrepen dan mensen helpen met een kleine portemonnee. En als derde kan het zo zijn dat rechtvaardigheid aan de kant wordt geschoven. Dat er gewoon dingen zijn die belangrijker worden gevonden. Voor mij begint onderzoek doen met literatuurstudie. Dan zit ik gewoon achter mijn laptop aan mijn bureau te lezen wat er al bekend is over het onderwerp. En in mijn eerste onderzoek, om dus dat gat in kennis op te vullen, heb ik interviews afgenomen met mensen die werken aan het energiesysteem van de toekomst. Het doel van mijn onderzoek is om uiteindelijk met inzichten die ik opdoe besluitvormers in de energietransitie te helpen om goed na te denken over wat is rechtvaardigheid nou precies, om rechtvaardigheidsdoelen te stellen en om ook met strategieën te komen om die doelen te behalen. Er wordt nu natuurlijk heel veel onderzoek gedaan voor de energietransitie. Bijvoorbeeld ook het onderzoek waar ik zelf betrokken ben, over het energiesysteem van de toekomst. En vanuit de overheid worden er natuurlijk criteria opgesteld van wat moeten deze projecten nou precies leveren. En je ziet nu in die criteria dat rechtvaardigheid wel genoemd wordt, maar dus niet expliciet wordt gemaakt. Er wordt geen concreet doel aangehangen. En dat is iets wat ik hoop waar mijn onderzoek aan bij kan dragen. Dat er wel een concreet doel komt en wel een concrete strategie komt met of over hoe moeten deze onderzoeksprojecten nou bij gaan dragen aan die rechtvaardige energietransitie.